Overigens, ik moet onmiddellijk bij het eerste plaatje aangeven. De verandermanager als Sherpa. Dit is inderdaad op weg naar de Mount Everest toe. En de twee personen die je daar de foto ziet. Ik ben degene die de foto maakt. En dat is mijn oudste zoon die daar achterloopt. En mijn Nepalese vriend die voorop loopt. Dus dit is ook wel uit het leven gegrepen. Maar ik liep daar op weg naar de basecamp van Mount Everest. En ik dacht, een mooier metafoor voor verandermanagement is bijna niet denkbaar. Nou, laat ik eerst even heel kort mezelf introduceren en daarna het onderwerp voor vandaag. Wie is Ron Meijer? Inmiddels al meer dan 15 jaar hoogleraar strategisch leiderschap bij Antwerp Management School. En in al die 15 jaar is het me nog steeds niet gelukt om een Vlaamse tongval te ontwikkelen waarvoor ze, mijn excuses, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Ik woon in het Rotterdamse, ja, en op een gegeven ogenblik van het een komt het ander en neem je zo de tongval over. Naast die 15 jaar bij Antwerp Management School werk ik ook als hoogleraar in Tilburg, maar beide doe ik één dag per week. Want naast het op de business school werken, werk ik ook bij de Center for Strategy and Leadership. En daar begeleid ik managementteams en organisaties in hun strategieontwikkeling en hun change management. Ik geloof er altijd zelf heilig in dat je alleen maar echt kunt weten wat er speelt als je zelf in het veld aanwezig bent. Dus ik probeer op die manier theorie en praktijk met elkaar te combineren. Ik heb diverse boeken geschreven op het gebied van strategie, leiderschap, etc. Daar zal ik enigszins uit putten. En na afloop dan geven jullie nog een aantal suggesties mee over hoe je nog verder over dit onderwerp kunt lezen. Nou, ik gaf al aan, ik woon weliswaar in Rotterdam, maar daar kom ik niet vandaan. Ik ben oorspronkelijk Canadees. Ik kom uit de buurt van dit plaatje. Dit is in de buurt van Jasper, Alberta. Ik ben geboren en getogen in Grand Prairie, of all places. Als je daar ooit eens bent geweest, dan vraag ik me af waarom. Het is echt in the middle of nowhere. Op de weg vanuit Edmonton naar Alaska. Daar zie je alleen nog maar grizzlies op de weg. Dus af en toe een overstekende eland. En dan nog een plaatje, Grand Prairie, waar ik dan vandaan kom. En ik dacht op een gegeven ogenblik, de wereld moet groter zijn. Ik ben in het buitenland gaan studeren. Ik kwam op die manier in Nederland terecht. Het leek me wel nuttig om ook de Nederlandse taal te leren. Maar ja, van wie je het leert, dat heeft wel invloed op de uitspraak. Maar hopelijk is mijn half Canadees, half Nederlandse uitspraak redelijk goed te verstaan. Ik heb het thuis erg druk. It's a long story, maar goed, als ik niet met deze vijf bezig ben, dan probeer ik ook erop uit te trekken. En ik gaf al aan, dit is een plaatje van een paar jaar geleden dat ik bij de Mount Everest stond. En ik probeer op die manier ook in diverse landen wat rond te trekken. Het is zo prachtig om de cultuurverschillen te merken. Ik was ook hier uitgenodigd om advies te geven aan de nationale parken van Nepal, hoe ze daar strategie konden ontwikkelen om hun parken beter te gaan vermarkten en om die te managen. En ik greep gelijk de situatie aan om daar een stuk te gaan wandelen. Nou, en zoals ik zei, de man die daar naast mijn zoon staat, dat was een van de parkmanagers, een Sherpa. En ik heb uitgebreid met hem gesproken over hoe het is om mensen te begeleiden op weg naar Mount Everest. Nou, dat was een inspiratie om met die metafoor aan de slag te gaan. Nou, ik zal dus ook vandaag aan jullie het een en ander vertellen over change management aan de hand van de Everest Model of Change. Ik wil de metafoor ook niet te ver doorvoeren, maar het is wel een prachtig metafoor, want een verandering is bij uitstek een uitdagende reis, waar het niet altijd even makkelijk gaat. Er tegenvallende zaken zijn, maar je wil van waar je bent, wil je de top bereiken. Je ondervindt daar een aantal zaken onderweg. En dat zijn heel vergelijkbaar met de uitdagingen die je onderweg tegenkomt.
in een veranderd traject. Goed, ja, dus die metafoor van het beklimmen van een berg, dat is een nuttige metafoor, omdat het gaat om, aan de ene kant change en change management, gaat gedeeltelijk over de reis zelf. We noemen het ook wel eens de projectkant van change management. En iedereen die nu luistert en met change management bezig is, die zal ook die projectkant kennen. Er is een begin, er is een einde. Je zult daarin een pad moeten uitzetten. Je moet afvragen welke activiteiten moeten worden ondernomen. Wie gaat wat doen? Wat zijn de deadlines? Wat zijn de milestones? Heb ik de resources? Dat moet allemaal georganiseerd worden. Want je moet wel de weg kennen. En hoe meer je de organisatie kent die je probeert te veranderen, hoe meer de valkuilen gaat herkennen, de moeilijkheden, de zaken die nog uitgevonden moeten worden. Het kennen van de weg maakt het veranderen wel een heel stuk makkelijker. Dus als change manager ben je constant bezig met, weet ik de reisroute? En hoe beter ik die reisroute weet uit te stippelen, hoe beter. Tegelijkertijd realiseer je, en dat is de Mount Everest ook zo, de berg is nooit hetzelfde. Want op het moment dat de wind waait, of dat er weer eens een storm is, verandert de route. En dat is in verandermanagement net zo. Change changes while you're changing. Dat is een beetje een mond vol, maar je denkt, ik wil van A naar B. Je begint te veranderen, maar terwijl je verandert, denk je, oh, wacht even, het is toch anders dan ik had gedacht. En je zal je route moeten bijstellen. En soms zelfs het eindpunt moeten bijstellen. Maar behalve de weg, hebben we het natuurlijk ook over de mensen die je meeneemt op de reis. De reis en de reizigers. En terwijl de eerste was de projectkant van change management, is dit de people kant van change management. Die change participanten, ja, je kan nog wel zeer de weg weten, maar ken je je pappenheimers? Weet je wie die mensen zijn? Weet je wat hun kracht is? Weet je wat hun motivatie is? Weet je wanneer ze bij de pakken gaan neerzitten? Weet je hoe ze met elkaar omgaan? Weet je of ze op elkaar kunnen rekenen? Weet je wie de informele leider is? Weet je wie er een hekel aan elkaar heeft? Weet je wie op maandagochtend zo altijd chagrijnig is? Het zijn allemaal aspecten dat change management is het begeleiden van een groep op die reis. Dus ik wil de weg kennen, maar ik wil ook de reizigers kennen. En dan komen we ook bij onze derde, en dat is de gids. De change manager. En vandaar dus ook dat idee van die Sherpa. Die Sherpa is degene die de weg moet kennen en de reizigers moet kennen. Die zorgt ervoor dat hij die reizigers meeneemt op die reis en zorgt dat ze de top bereiken. En je kan het niet voor de reizigers doen. Je zal het met ze moeten doen. En ik denk dat iedereen die met change management bezig is, dat zal herkennen. Je kan de mensen niet veranderen. Je kan ze alleen maar meenemen in de verandering. Niemand wil zich laten veranderen. Maar je kunt wel eventueel mensen meenemen in de verandering. Nou, dit is vandaar, ja, ik vond het heel herkenbaar dat deze metafoor goed transfereerbaar was naar change management. Dus we gaan ermee aan de haal. We gaan kijken hoe ver dat ons brengt. Voordat ik start, wil ik toch eerst twee vragen aan jullie stellen. Ik zie dat er ongeveer 150 mensen nu aan het luisteren zijn. En ik ben nieuwsgierig naar naar twee zaken. We beginnen eens met de eerste polvraag. En dat is, wat denk je zelf dat de lastigste fase is in een veranderingsreis? Dus we hebben het even over the way. En als we globaal vier fases herkennen. De eerste fase is, we zijn nog aan het voorbereiden. We zijn nog niet vertrokken. Maar er moet van alles en nog wat geregeld worden. Er moet een plan gemaakt worden. Mensen moeten voorbereid worden. Is dat de lastigste fase? Of is het
De tweede mogelijkheid, de mobilisatiefase. Mensen op gang brengen, de eerste stappen. Zorgen dat er momentum komt, dat de mensen onderweg gaan. Is dat de moeilijkste fase? Of is het de derde, de realisatiefase? Dat is de fase dat we zijn op gang. En we moeten de hele reis moeten afleggen. Wij zijn al op start, maar tot vlak voor de finish. En dan gaat het echte werk plaatsvinden. Is dat de lastigste fase? Of is het juist die allerlaatste fase, dat noemen we de consolidatiefase, dat we het moeten afmaken, dat we het moeten verankeren, dat we moeten zorgen dat na die hele reis, dat we het wel gaan afronden. Is dat de lastigste fase? Of zeg je, nou, mogelijkheid nummer 5, ze zijn eigenlijk potentieel allemaal even lastig. Nou, kunnen we de poll starten? Stem je op 1, 2, 3, 4 of 5? Ik wacht heel even. Ik ga hem zelf ook even invullen. En ik kijk naar mijn rechterhand, Sandra, die de poll in de gaten houdt. Ah, en voilà, we hebben de resultaten. 10% zegt, nou, het is die voorbereidingsfase. 24% de mobilisatiefase. 10% de realisatiefase. 14% de consolidatiefase. En 43%... Allen zijn potentieel even lastig. Nou, ik heb zelf ook de laatste ingevuld. En wat ik hoop met jullie ook vandaag te doorlopen, is dat er in ieder van die fases valkuilen zijn. Daar zijn lastige momenten. En ik ga voor elk van die fases de allerbelangrijkste uitlichten. Zo om die met jullie te doorlopen. En waarom zit daar potentieel een angel en kan die reis daar spaak lopen? En het lastige voor een Sherpa is om je te realiseren dat je de hele tijd op je qui vive moet zijn. Je moet in elke fase van die reis bewust zijn dat er gevaren op de loer liggen. Dat betekent dat je op geen enkel moment je even achterover kunt leunen. Potentieel op elke fase van de reis kan het fout gaan. En overigens die consolidatiefase, de laatste stappen. Een Sherpa zal je onmiddellijk vertellen, de meeste doden vallen op de terugweg. Als je denkt dat je er bijna bent. En ook daarin klopt het. Klopt de metafoor. Als je denkt dat je bijna klaar bent. Dan is het nog niet afgelopen. In Canada zeggen we, it ain't over until the fat lady sings. Het is een lang verhaal, daar gaan we niet heen. Dus we gaan door al die fases van de reis heen. En ik ga met jullie bekijken, wat voor valkuilen kun je daar herkennen. We gaan nog een tweede vraag, even vooraf, even checken hoe jullie daarover denken. Hier gaan we het heel simpel maken. De vraag is, het is een stelling, de meeste mensen houden niet van verandering. Is dat waar of is dat niet waar? De meeste mensen houden niet van verandering. Is het waar of niet waar? Hoe kijk jij er tegenaan? Dat is het lastige aan stellingen natuurlijk. Daar zit geen nuance in. Is dat nergens een beetje, alsof het hangt er vanaf? Is het waar of niet waar? Nou, Sandra, ik ben benieuwd. 71% zegt het is waar. De meeste mensen houden niet van verandering. En 29% zegt het is niet waar. En het is inderdaad natuurlijk het is een lastige vraag. En ik zou hem toch beantwoorden. Het hangt er vanaf.
Dit was natuurlijk een hele gemene vraag van mij. Want op het moment dat ik hem anders verwoord, de meeste mensen houden niet van veranderd worden. Dan denk ik dat je helemaal gelijk hebt. Dat is waar. De meeste mensen willen niet veranderd worden. Als ik de vraag had gesteld. De meeste mensen houden van zelf een verandering mogen aansturen. Dan denk je, ja, dat is inderdaad waar. Dus het niet van verandering hangt er vanaf. Is it being done to you? Or are you doing it yourself? En ik denk dat jullie daarin zeg maar, het waarschijnlijk ook op die manier hebben geïnterpreteerd. Mensen houden niet van verandering, omdat het vaak toch een zaak is dat mensen het moeten ondergaan. Dat ze niet meer aan het stuur zitten. Het wordt hen aangedaan. Iemand heeft bedacht dat er veranderd moest worden. En in een organisatie is het topmanagement heeft het bedacht. Maatschappelijk heeft misschien de overheid het bedacht. Soms is het een virus die bedacht heeft dat de wereld gaat veranderen. Maar op het moment dat verandering jou overkomt en je bent dus machteloos, mensen houden niet van machteloosheid. En dat is vaak de angel in verandering. Het feit dat mensen machteloos worden gemaakt, dat vinden we niet fijn. Onze vrijheid van handelen wordt ons afgenomen. Onze invloed wordt ons afgenomen. Onze zekerheden worden ons afgenomen. En we moeten iets ondergaan. Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hoe zorgen we ervoor dat mensen, nou ja, er in ieder geval neutraal tegenover staan. Maar misschien zelfs verandering gaan appreciëren. Goed. Mijn metafoor van de veranderingsmanager als Sherpa. Vooraf toch nog even een paar punten, voordat ik naar het hoofdmodel ga van vandaag, het Everest-model. En ik wil twee dingen zeggen over, nou, hopelijk ben jij dit. Ik weet niet, het is niet een onmiddellijk een aantrekkelijk plaatje, maar dit is een Sherpa. En ik hoop dat je kunt vereenzelvigen met die Sherpa. En ik ga vandaag er even vanuit dat we twee dingen als invalshoek gebruiken om over de rol van die Sherpa te praten. Het eerste is dat als we gaan praten over the way, de weg, in dit geval de klim, wij gaan het niet hebben over kleine veranderingen. Deze twee kinderen, die zijn heerlijk aan het klimmen. Ik denk niet dat ze hier heel veel behoefte hebben aan een Sherpa. Dat gaan ze helemaal zelf kunnen. En dat is binnen een organisatie net zo. Kleine, incrementele veranderingen, weinig begeleiding bij nodig. Op het moment dat de veranderingen wat grootschaliger worden, nou, deze mensen kunnen het waarschijnlijk ook net aan zonder Sherpa. Misschien dat ze toch een gids in de arm nemen als ze nog nooit eerder gewandeld hebben, maar anders komen ze er wel uit. We hebben die Sherpa vooral nodig op het moment dat we het hebben over transformationele veranderingen. Dus als het een grote, brede, diepgaande verandering is, ja, dan wordt het spannend en dan is die Sherpa nodig. Dus laat ik heel even een zijstapje, want dit is wel van belang. Op het moment dat je gaat veranderen, moet je je afvragen of je wel zo'n hele grote transformationele verandering eigenlijk wel wilt. En als jij de Sherpa bent, moet je ook die reizigers nog een keer vragen. Weet je het zeker? Wil je het wel? De top is wel erg hoog. Misschien heeft iemand gezegd, het is leuk om daar eens naar boven te lopen, maar het is echt een flinke uitdaging. Dus de eerste vraag die ik altijd stel op het moment dat iemand bij mij aankomt kloppen met een organisatieverandering, is dat ik zeg, moet jij deze ambitie wel hebben? Er zijn drie dimensies waarmee we kunnen aangeven hoe groot een verandering is. In eerste instantie kijken we hoe breed is de verandering? Is dit een verandering alleen maar binnen één afdeling? Kunnen we het binnen één functie? Of is dit een verandering die de gehele organisatie beslaat? Je voelt al aan, als we het kunnen afperken tot een klein deel van de organisatie, is het behapbaarder. Als de hele organisatie geraakt wordt, ja, dan wordt het een heel stuk ingewikkelder. Dan spreken we over de change scope, de breedte van de verandering.
Een tweede dimensie is de diepte van de verandering, de change scale. Is het een kleine, dus maar een kleine wijziging? Of is het een ingrijpende wijziging? Hoe ingrijpender de verandering, hoe uitdagender het zal zijn. En als de gehele organisatie een heel grootschalige verandering doormaakt, nou, dan kun je je borst al nat maken en dan begin je al te vermoeden dat begeleiding door een Sherpa wellicht wel erg belangrijk is. Maar er is nog een derde dimensie, de derde S. Na change scope en change scale is de derde change speed. Als we daar heel lang over mogen doen, dan kunnen we ook wat de druk van de ketel halen. Maar als het ook nog eens een keertje heel rap moet gebeuren, ja, dan wordt het ook heel erg ingewikkeld. Over de Mount Everest, met een groot team, een flinke berg bestijgen. En de window of opportunity is klein. Want het moet binnen een paar dagen gebeuren. Een paar dagen in mei of een paar dagen in oktober. Want dan zijn de juiste weersomstandigheden. Druk op de ketel, dan moet het ook in ene goed. Dan heb je ook weer een Sherpa nodig. Dus als we het hebben over iets, kleine afdeling, niet zo grote veranderingen. We hebben rustig de tijd. Dan spreken we over de incrementele veranderingen. En die transformationele veranderingen, ja, die zijn groot op alle. Wil je het echt? Kunnen we het niet kleiner maken? Kunnen we het niet wat afperken? Mijn advies, altijd, never eat a whale in one bite, want die blijft in je keel hangen. Die walvis, die slik je heel moeilijk in ene door. Kun je het niet op een of andere manier kleiner maken? Maar goed, dat doe je op de Mount Everest door van kamp naar kamp te gaan. Niet in één in de boven proberen te lopen, maar van kamp naar kamp. Toch op een of andere manier proberen af te bakenen. Maar ja, als je toch de top wil bereiken en je zegt, nou, we hebben leuke heuveltjes in de Ardennen, maar we gaan toch voor de Mount Everest. Nou, dan is die Sherpa wel van belang. Maar als Sherpa, jij wil de vraag stellen van, is dit wel de juiste klim? Het tweede dat je als Sherpa van tevoren je moet afvragen, is als ik mijn reizigers ken, als ik de participanten ken, wil ik het hen aandoen? Ik ga jullie nu de berg opjagen. Ik denk dat er weinig Sherpa's dit zien zitten. En ik zou je ook adviseren als change manager dat ook niet te doen. Dat is wat ik net noemde, I'm going to do it to them. Ik ga jou nu veranderen. Ja, zo jaag je iedereen tegen het harnas. En dan hebben mensen hak in het zand. En dan wordt het heel erg moeilijk om mensen die berg op te jagen. So don't do it to them. Maar als Sherpa, you can't do it for them either. Nou, hier zie je ze ergens in de buurt van Nepal. Dat ze iemand aan het dragen zijn. Maar ik kan je vertellen, iemand zou de berg opdragen. Dat gaat hem ook niet worden. So you can't do it to them. You can't do it for them. Je voelt al aan, you have to do it with them. Het hele idee van een Sherpa is dat je een gids bent. Je bent een begeleider. En ik zou daarin eigenlijk een lans willen breken om niet meer te spreken over change managers, maar over change leiders. Want een change manager suggereert alsof jij alles kunt managen. Alsof jij het naar je hand kan zetten. Ik snap wel waar de term vandaan komt. Dat komt uit het project management. We zien een verandering als een project. Je hebt een projectmanager, dus je hebt ook een change manager. En die gaat die change wel eens even managen. Ja, de projectkant kan je misschien wel managen, maar de menskant niet. Manage things, but lead people. Je wil mensen niet gaan managen. Want then you do it to them or you do it for them. But you want to do it with them. En dat is de essentie van leiderschap. Misschien nog een tweede uitstapje, even voordat we weer naar verandermanagement gaan. Ik vind het wel een belangrijk onderscheid, want ik hoop dat jullie allemaal na vandaag geen change managers meer willen zijn, maar change leaders. En ik hoop, misschien doe je dat waarschijnlijk al. Maar om toch even heel scherp te maken, leiderschap, dat is wat anders dan management. Ik zet even die twee werelden even tegen elkaar af. Een manager, dat is iemand die een bepaalde job heeft gekregen
met rechten en verantwoordelijkheden. Dus misschien ben je wel aangesteld als de change manager. En misschien staat zelfs wel op jouw kaartje change manager de digitale transformatie. Maar ook al ben je officieel de change manager, hoop ik dat je jezelf gaat opstellen als de change leader. Wat is het verschil? Een change leader wordt niet benoemd. Een change leader wordt geaccepteerd. Dus een change leader is een rol die je speelt, met of zonder een formele positie. Maar je pakt een bepaalde rol en je gaat mensen meenemen, op een bepaald traject. Dus terwijl een manager wordt benoemd, je wordt benoemd tot change manager, ben je als change leider moet je worden geaccepteerd. Jij stapt naar voren, je zegt, kom, we gaan die berg op. En anderen zeggen, ja, ik heb wel vertrouwen in jou, ik ga wel mee. Dus die Sherpa, die zal eigenlijk vrijwel nooit zeggen, ja, nu moet je mij volgen, want ik ben hier de benoemde Sherpa. En ik ben nu de baas en je doet wel nu wat ik zeg. En die Sherpa, die begeleidt, die neemt mee, die gidst. Maar die doet dat omdat de anderen mee willen. Dus je weet dat iemand een leider is als de anderen vrijwillig volgen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen. Dat is de essentie van gidsen. Dus een manager, die heeft formele macht, die kan het afdwingen. Ik ben hier de change manager. Jij krijgt die taken, jij krijgt budget. Als je het doet, dan ga ik je belonen. En als je het niet doet, ga ik je straffen. Dan ga je mensen managen. Ja, en dan ben je natuurlijk niet verbaasd als mensen nu, als die met een hak in het zand gaan zitten. Want het wordt je nu aangedaan. Je wil mensen meenemen. Je wil uiteindelijk niet vanuit je formele macht hen meekrijgen. Je wil ze hun vertrouwen winnen. Je wil aangeven dat je weet wat je aan het doen bent. Je wil ze inspireren. Je wil ze overtuigen. Ja, je wil goesting weten ze op te wekken. En als, nou, eigenlijk is het misschien de simpelste manier om het onderscheid te maken. Zet 3 letters voor leiderschap en je hebt de essentie te pakken. Leiderschap en verleiderschap zijn niet zo heel veel verschillend. Als je mensen wil verleiden, in de breedste zin des woords, ja, dan dwing je ze niet, maar je kom mee met mij. Verleiden is zorgen dat de ander wil. Ik wil het nog wel beïnvloeden, maar de ander moet wel vrijwillig meekomen. En dat is de essentie van leiderschap. En dat is ook de essentie van de Sherpa. Dat de ander denkt, ja, dat is een reis. Ik kom wel mee, maar doe het vrijwillig. Ja, en dan willen mensen het wel. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dat is de essentie. Dus je wil het niet afdwingen met carrots en sticks, maar je wil mensen meekrijgen vrijwillig. Je wil hun commitment bij winning hearts and minds. Als je mensen gaat managen, dan zeggen ze, nou, ik kan ze gaan calculeren. Als ik niet meega, dan krijg ik last. Dan ga ik maar mee, maar niet echt met hart en ziel. Terwijl je wil dat mensen, ja, het samen met jou willen doen. Zeg ik, ja, we're in this together. Dit wordt een win-win. Ik wil hetzelfde als jij. Nou, de conclusie is, als mensen hortend en stotend meegaan omdat het moet, dan gaan ze voor een 6, dan gaan ze voor het minimale, dan gaan ze voor het acceptabele. Maar ja, jij wil toch het graag dat mensen met energie, en wat excellent performance, mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Nou, vandaar dat we altijd zeggen zulke processen, manage things, but lead people. Manage the process, manage your budget, manage the deadlines, manage the systems. Al die dingen moet je managen als change manager. Want die dingen hebben geen ziel, die hebben geen hart, die hebben geen wil. But lead the people. Het zijn geen human resources. Dat is de slechtst mogelijke term die we ooit hebben kunnen verzinnen. Het zijn geen human resources. Mensen zijn mensen.
En die moet je zien te winnen. Goed. We gaan terug en we gaan naar Mount Everest. Nou, dit is mijn poging tot een artistieke impressie van Mount Everest. Zo gauw je een foto neemt, dan moet je daar allerlei auteursrechten op betalen. Zeg maar heel ingewikkeld. Dus dacht ik, nou, ik ga me van mijn creatieve kant tonen. En ik hoop dat jullie mijn beperkingen enigszins kunnen waarderen. In de Himalaya, als je naar Mount Everest wil, moet je eerst vliegen naar Lukla. Als je nog nooit een filmpje hebt gezien van landingen op Lukla Airfield, even op YouTube, Landing Lukla Airfield, is echt heel spannend. Je moet tussen de bergen door, tegen de heuvel op, ze landen op ongeveer 4000 meter. Als je denkt dat je ooit wel eens spannend hebt geland, dan ben je daar nog niet geweest. Maar op het moment dat je daar landt, dan begint de tocht naar de top. Dus je wil uiteindelijk naar de summit van Everest. En dit is onze verandermanagement. We staan bij A en we willen naar B. En de reis tussen A en B, dat is de verandering. En wat komen we dan tegen op die reis? Die eerste fase van de reis is heel vergelijkbaar met de wandeltocht van 100 kilometer van Lukla Airfield naar Basecamp. Overigens, dat is het enige wat ik heb gedaan. Ik kwam bij Basecamp en ik ken mijn limieten. Zeg maar, dat was toch nog 100 kilometer, hartstikke leuk. Maar voor de mensen die naar de top gaan, is dat de voorbereidingsfase. Zij gaan zich voorbereiden. Het is alleen er naartoe wandelen. Ze gaan afspraken maken. Ze gaan teambuilding doen. En dan komen ze bij Basecamp en dan zijn ze klaar voor de bestijging. En dan gaan ze de berg op, van Basecamp naar Camp One. Dat is heel vergelijkbaar met de mobilisatiefase. Dan begint het echt. Dan moet je het balletje aan het rollen krijgen. Dan moeten mensen erin gaan geloven. Dan komt de moment of truth. Ja, gaat het motortje lopen. Als je eenmaal bij kamp 1 bent, dan ga je door naar kamp 2. Je gaat door naar kamp 3. Je gaat door naar kamp 4. Die hele route van kamp 1 naar kamp 4 is heel vergelijkbaar met het realiseren van een verandering. Het is zwaar. Het gaat soms sneller. Het gaat soms langzamer. Af en toe moet je naar boven. Soms af en toe moet je naar beneden. Het is een barre tocht. Maar stap voor stap voor stap maak je als team voortgang. En dan zit je bij kamp 4. En dan zie je de top van Everest. Ja, en dan ben je moe gestreden. En dan ben je helemaal leeg. En je eten raakt bijna op. En dan moet het toch nog afgemaakt worden. En die laatste fase, van kamp 4 tot aan de top, dat noemen we in veranderingsmanagement de consolidatie. Dan moeten de zaken verankerd gaan worden. Nou, we gaan dit als metafoor gebruiken. Deze vier fases van elke veranderingstraject. En wat ik met jullie wil doorlopen is, wat komen we tegen tijdens dit traject? En er zijn tientallen uitdagingen die we zouden kunnen benoemen. Maar in die Everest Model of Change heb ik in ieder van de vier fases de allerbelangrijkste valkuil benoemd. En dan spreken we in het Engels over the key hazards. Dit is waar de meesten uiteindelijk gaan omkeren. En het interessante is, op Everest is het hetzelfde als in een verandermanagement traject. Dus ik wil met jullie die vier doorlopen en kijken of je herkent dat dit nou typisch de uitdagingen zijn die je dan tegenkomt. Ik begin even bij die preparation phase. En in die hele voorbereidingsfase is de grootste uitdaging wat we noemen de contracting hazard. De afspraken, het contract met elkaar opstellen. En daar zou je de uitdaging kunnen samenvatten als you're overpromising results, dus je belooft te veel resultaten, and underestimating the challenges, je onderschat de uitdagingen. Laten we daar maar eens even wat dieper op ingaan. Voordat ik het doe, Sandra, hoe staat het met vragen?
Ik zie in de chat nog niet zo heel veel. In de chat staan er inderdaad nog niet zo heel veel, maar er is blijkbaar ook een probleempje mee geweest dat ondertussen opgelost zou zijn. Okay. Er zijn er ook een paar in de Q&A terechtgekomen. Ah. Ik zal eerst even kijken naar de chat. Daar vraagt Dirk zich af of dat bij de beklimming van de Mount Everest, daarbij heeft iedereen één doel, hè, de top behalen, om dat gezamenlijk te doen. Ja. Maar is dat niet een extra dimensie? En in hoeverre wil iedereen wel hetzelfde resultaat? Ja, het is een volledig terechte opmerking. Dus je zou kunnen zeggen dat jouw veranderproces eigenlijk nog moeilijker is dan het beklimmen van de Mount Everest. Bij het beklimmen van de Mount Everest heb je in ieder geval allemaal mensen die vrijwillig meegaan en die er zin in hebben. En dan nog zal je merken dat tijdens de rit niet iedereen dezelfde doelstelling behoudt, hoor. Want dan merk je toch dat sommige mensen, ja, die gaan twijfelen. Zelfs op de Mount Everest gaan de doelen uiteenlopen. Maar je hebt volledig gelijk. Als jij een tocht aan het begeleiden bent, heb je het extra moeilijk. Dus omdat je ook mensen mee de berg op moet sleuren die er al bij voorbaat al geen zin in hebben. Nou, dus zoals elke goede metafoor gaat hij niet helemaal op. Maar een terechte kanttekening. Nou, een open uitnodiging om vragen te blijven toevoegen. Sandra, had je er eventueel nog een? Ja, ik heb er nog een aantal zelfs. Elin die vraagt zich af, als je organisatie, of dat die dan in verschillende snelheden met potentiële frustratie bij groepen die nog niet betrokken zijn, of wel of niet, of dat daar geen frustraties uit kan zijn. Ja, als ik dan toch inderdaad met mijn metafoor ze aan de haal ga, het zou bij wijze van spreken zijn, als je op het vliegveld aankomt met een hele grote groep, maar bij Basecamp toch besluit om in vier verschillende groepjes met vier verschillende snelheden naar boven te gaan. Ja, en zet dat geen kwaad bloed. Want dan, misschien wil de ene juist voorgaan. En die zeggen van, en dan mogen die anderen voorgaan. En waarom mogen die? En die krijgen alle budget en alle aandacht. En wij moeten achterblijven. Of het kan zelfs juist andersom zijn. Nou, laat die anderen maar voorgaan. Waarom moeten wij voorop lopen? Moeten wij alle beginnersfouten maken? En dan gaan die anderen van ons profiteren. Dus dat klopt. Verschillende snelheden, verschillende groepjes. Dat kan uiteindelijk tot spanning leiden. En dat betekent dat je heel goed moet uitleggen, heel goed moet zorgen dat iedereen begrijpt, dit is waarom we het zo aanpakken, dit zijn de voor- en nadelen. Hoe beter de verwachtingen worden gemanaged, hoe minder gedoe je krijgt op de berg. Dit is allemaal onderdeel van die voorbereiding. Slechte voorbereiding, die dingen niet uitgesproken hebben, en dan de berg op, en dan op de bergen eens achterkomen dat je verschillende verwachtingen hebt. Nou, dat is de grootste manier om te zorgen dat er gewonden gaan vallen. Dit alles gezegd hebbend, toch is het vaak nuttig om op te splitsen. Om dan met één groep tegelijkertijd de bergen op. Nou, dat is weer te groot en meeslepend. Je kunt beter even met verschillende snelheden opknippen, kleinere groepen, leren van elkaar. In plaats van het allemaal met één hele grote groep tegelijkertijd te proberen. Ik weet niet of je de foto's hebt gezien die circuleerden net een paar maanden geleden. Van een file op de Mount Everest. Omdat er maar één dag was waarop iedereen naar boven kon. Ontstond er een file. En zijn er uiteindelijk daardoor een paar doden gevallen. Dus het kan gevaarlijk zijn als je allemaal tegelijkertijd eens probeert. Nog andere vragen, Sandra? Ik ga er nog twee uitpikken. De eerste is van Nele. Zij vraagt, soms ben je als change-verantwoordelijke zelf niet de leider, maar ben je vooral bezig met de leiders, met mandaat, om die te mobiliseren in functie van de verandering die je wil realiseren. Hmm. Dat dan eigenlijk wel managing change? Nou, dat is dankjewel. Dat is een hele goede opmerking. Maar dit is ook wel de reden waarom ik dat onderscheid tussen management en leiderschap nog eventjes wilde scherp maken. Want waarschijnlijk ben jij niet de baas, maar je kan nog wel de leider zijn. Dus
Dat zie je vaak in veranderprocessen. Dat zijn er bazen boven jou die formeel de macht hebben, maar die vaak onvoldoende de kar trekken. Ze die onvoldoende meedoen. Ze die een beetje achteroverleunen, jou de kastanjes uit het vuur laten halen. Jij moet het harde werk doen. En zij leunen achter. Ze zijn formeel de baas, maar ze pakken niet de lead. Ze zijn niet de leiders. Een leider is iemand die de ander mee op sleeptouw neemt. De andere gidst. En dan zie je dat de spanning kan ontstaan. Zij vinden zichzelf de leider. Ze noemen zichzelf vaak de leider, maar ze zijn het niet. Ze zijn de manager. De baas. Nou, daar met die ego's moet je soms een beetje voorzichtig omgaan. Maar jij pakt wel de lead. En je zal ze moeten beïnvloeden om toch mee te gaan. Nou, dan komt het op jouw vaardigheden aan mee te krijgen. Om de ego heen te manoeuvreren. Om hen toch af en toe ook wat te laten doen. Maar pak vooral de lead. En denk niet dat je met macht iets veel voor elkaar gaat krijgen. En dan een laatste vraag. Een laatste die ik eruit haal is van Maurits. Die vraagt zich af of je de film Hemelbestormers gezien hebt. Want daarin haakt ook iemand af die heel gemotiveerd was voor de reis. Maar door forse discussie leverde dat op in het team. Hoe kan je omgaan met het verliezen van mensen onderweg in de veranderreis? Oeh, ja. Nou, eerder werd er gevraagd van ja, wat doen we als we mensen mee moeten nemen de berg op die er geen zin in hebben? Nou, ik vind het een even groot probleem. Hoe moet ik de berg op met mensen die onrealistische hoge verwachtingen hebben en dol enthousiast zijn? Waarvan ik denk, oh jee, die zijn na de eerste tegenslag, zitten ze al bij de pakken neer. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de hype curve. In de technologie, weet van Gartner, heeft het over de hype curve. De hype curve is dat we op korte termijn technologieën helemaal de hemel in gaan prijzen. En dat we vlak daarna, oh, dan valt het toch eigenlijk wel tegen. Dus er zijn een hele hoop mensen die zijn, wow, we gaan de berg op beklimmen. En het is allemaal veel te optimistisch. Die zien de gevaren niet. Dat gaan we op één middag doen. Het aantal mensen die in de Alpen moeten worden gered. Omdat ze met zonder jas en zonder goede schoenen wel eens even de berg op zullen lopen. En die halverwege erachter komen van, oh, het is toch moeilijker. Dus die zijn even lastig als de mensen die dwars zijn. Dus zorgen dat je je pappenheimers goed kent. De overenthousiastelingen temperen, realisme aanpraten. Ook dit is het deel van de contracting. Dus eigenlijk misschien wel een mooi bruggetje naar die eerste grote uitdaging. Wat voor soort psychologisch contract sluiten we met elkaar af? Want contracting, dat is niet het formele contract. Het is het psychologisch contract. Wat spreken we met elkaar af? En nou, 50% van de dingen, de problemen die op de berg bestaan, ontstaan nog voordat we vertrekken door onheldere afspraken. En hoe komt dat? Nou, ik heb een aantal dingen hier opgenoemd. Het eerste is, nou, we noemden het net, de baas. Als jij de change manager bent, die hopelijk zich als een change leader opstelt, maar je hebt die opdracht gekregen van iemand anders. Jouw baas, jouw leidinggevende, misschien iemand in de raad van bestuur. Op het moment dat zij bedacht hebben dat ze de Mount Everest gaan beklimmen, ze hebben bedacht dat de verandering mogelijk zou zijn, nou zijn ze het al. Nou, het werk is al klaar. Dat is een heel klein beetje implementatie, maar ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Nou, sterker nog, het is zo makkelijk, ik ga delegeren aan iemand onder mij, deze change manager. Nou, en die heeft het eigenlijk heel erg makkelijk, want ik heb eigenlijk het moeilijke werk heb ik al gedaan, namelijk ik heb het bedacht. En nu is het alleen maar implementatie, maar zo ingewikkeld kan het niet zijn. En erger nog, jouw boss is already moved on. Die gaat al de volgende uitdaging bedenken en denkt het is al binnen. En
Maar jij hebt nog een klus die maandenlang nog ze gaat plaatsvinden. En ik zeg, ben je nog steeds niet klaar? Allee, kom op. Ik ben al 3 stappen verder. Oh, je bent wel langzaam. Ja, dat is ingewikkeld. Dus even je baas weer even tot de orde roepen. Want als je je baas daarmee laat wegkomen, dan is het. Nou, en dat doe je wel even. En vertel me aan het eind van de week dat je klaar bent. Dan heb je een psychologisch contract gesloten dat je het even snel gaat doen. En als je het klaar krijgt, dat heeft toch geduurd. Dan zijn ze nog ontevreden ook. Bedenk je elke keer weer frustratie, als we op de berg gefrustreerd raken. Frustratie is niet omdat het langzaam gaat. Frustratie is niet omdat er problemen zijn. Mensen raken gefrustreerd omdat het langzamer gaat dan gedacht. Of omdat er meer problemen zijn dan gedacht. Dus frustratie heeft alles te maken met verwachtingen die niet worden ingelost. Maar waar komen die verwachtingen vandaan? Ja, die zijn aan het begin ontstaan. Dus verwachtingsmanagement is key. Zorg dat mensen met realistische verwachtingen weggaan. So don't overpromise. Want je kunt verwachtingen alleen maar overtreffen als mensen niet te veel verwachten. Dat zal elke salesman je vertellen. Als je iets wil verkopen, dan zeg je, oh, het gaat overwachten. Niet, don't oversell, want dan zijn mensen altijd ontevreden na afloop. Dus je moet een beetje undersellen. And then you can outperform. Mensen zijn tevreden afhankelijk van hun verwachtingen. Jij moet die verwachtingen managen aan het begin. Bedenk dus dat niet alleen is je baas al aan de top, maar die baas denkt, wow, dat is allemaal hartstikke makkelijk, het is allemaal heel simpel. Het is je baas die denkt, die heeft veel te hoge verwachtingen. En jij, ja, je wil het te graag. Jij denkt, nou ja, ik wil het graag doen, het is een leuk opdracht. En als je zelf een adviseur bent, denk je, ja, het is een klant en ik moet die klant binnenhalen. En als je intern bent en het is je baas, je wil toch aan de verwachtingen van je baas tegemoet komen en bewijzen dat je het kan. En daardoor accepteer je een onredelijke, you're being set up to fail. Je komt er uiteindelijk wel, maar te laat. Dus, you're setting yourself up to fail and you did it yourself. Ja, en waarom doe je dat? Je wilde het te graag, maar je bent ook een beetje een optimist, toch? Ik kom bijna geen enkele change manager tegen die niet ergens een beetje een optimist is. Anders was je nooit in change management terechtgekomen. Als jij iemand was die altijd bier op de weg zag, denk ik, waarom, dat begrijp ik niet aan het begin aan zo'n verandering. Maar je denkt, ah, daar komen we wel uit. En je bent er ook in het verleden vaak uitgekomen. Dus een beetje uitdaging onderweg. Leuk, uitdaging. En daardoor is jouw optimisme ook jouw eigen valkuil. En daardoor start je aan iets met. En dan loop je constant achter de feiten aan. Contracting. Zorg dat voordat je weggaat, temperen die verwachtingen. Het gaat tegenvallen, ook je eigen team. Hè? Niet alleen maar je baas, maar je eigen team. Het gaat straks tegenvallen. Het wordt moeilijk als je aan boord komt. Ze niet denken, dat gaan we even op een achternamiddag bedenken. Er gaan dingen tegenvallen. Daar gaan we ook oefenen dat er dingen gaan tegenvallen. En als de dingen dan tegenvallen, ze ja, maar jongens, dat hoort erbij. Dan zeggen mensen, oh ja, 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 dat heb je verteld. En dan zijn ze niet teleurgesteld. Met bewustzijn van de tijd gaan we verder naar onze tweede valkuil. Dan ben je bij Basecamp. Je hebt heldere afspraken. Het team weet wat ze van elkaar moeten verwachten. Het team heeft heldere afspraken maken. Ze hebben realistische verwachtingen van elkaar. Maar ja, wel nog steeds enthousiast. En dan ga je van start. En ook al heb je alles getemperd, het valt toch tegen. Het gaat altijd tegenvallen. Want er zijn dingen onderweg die je niet hebt verwacht, hoe goed je het ook hebt gepland. De dingen gaan tegenvallen. En dan krijgen we de momentum hazard. En de momentum hazard is, je moet
op gang komen. Je moet vertrouwen gaan krijgen. Dit gaan we voor elkaar krijgen. Maar dat vertrouwen komt niet omdat het in het begin tegenvalt. Dus juist in het begin moet je naar elkaar toe bewijzen. Dit gaan we voor elkaar krijgen. Je moet in de eerste wedstrijd van een Europese kampioenschap. Moet je de eerste wedstrijd winnen. En als je met 3-0 wint. Dan denk je van, dan heb je zelfvertrouwen. Dan denk je, dit gaan we doen. En het zelfvertrouwen wordt een self-fulfilling prophecy. Overigens voor de Nederlanders die toevallig luisteren. Nou ja, een 3-2 overwinning helpt ook een klein beetje voor het vertrouwen. Als je 2-2 gelijk gespeeld, dat had wel een tegenvaller geweest. Zie je hoe de verwachtingen onderweg ook heel erg belangrijk zijn. 100 jaar geleden heeft Henry Ford ooit eens een hele wijze uitspraak gedaan. En die herhaal ik nog een keer. Whether you believe you can do it or not, you're probably right. Whether you believe you can do it or not, you're probably right. If you believe you can't do it, ja, dan kan je het ook niet. Dus als je jezelf hebt overtuigd, we kunnen het niet, ja, dan ga je het ook niet doen. Maar als je jezelf overtuigt, hé, dat gaan we doen. Als je erin gelooft, dan gaat het lukken. Het is een self-fulfilling prophecy. Maar die self-fulfilling prophecy moet je wel aan de gang brengen. En dat is in die beginfase. Als die vertrouwen er eenmaal is, dan gaat het lopen. Maar de afstand naar kamp 1 is vaak zo lang. Je moet heel veel geven, 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 geven. En je krijgt nog niet, je ziet nog niet zo heel veel. Dus als je heel veel van mensen vraagt, hè, over demanding commitment, en ze zien nog te weinig resultaat, so you're underachieving in progress, dan glipt het vertrouwen weg. Even dat wat concretiseren. Al eerder zei, niet iedereen wil, hè, tussen die meegaat. Dus hè, not everyone believes you will make it. Ze, nou ja, in jullie geval, hè, jullie kunnen niet kiezen wie er mee klimt. So you're stuck with people less able and willing. Ja, hier, deze mensen konden met een team nog kiezen. Jij zit met een team. Die denken, nou, dit wordt helemaal niks. Dit wordt ellende. En die gaan elkaar aansteken. En die gaan de hel en verdoemenis aan elkaar vertellen. Nou, en dan begin je. En dan, ja, en dat is best heel zwaar. En je moet best klimmen. Als je niks bereikt, of als het een beetje tegenvalt, dan gaan ze, nou, die Sherpa van ons, die weet niet wat die aan het doen is. Dus jouw geloofwaardigheid wordt ondermijnd als mensen niet zien dat er wat gebeurt. En op het moment dat mensen gaan twijfelen aan of jij goed bezig bent, dan beginnen de mensen die sceptisch zijn, die beginnen, die durven nu wat te zeggen. Dit is wel zwaar. Het valt tegen. Volgens mij heeft onze Sherpa, die weet helemaal niet wat hij aan het doen is. En dan wordt er openlijk geklaagd. En jij wordt gechallenged. Ja, nu begint het lastig te worden. Het is nu een dubbeltje op zijn kant. Als er nu niet iets positiefs gebeurt, dan keert de groep zich tegen jou. En de mensen die wel positief zijn, die worden ineens stil. Die denken, ik wil niet dicht bij die Sherpa gaan staan, want straks is het ook nog mijn schuld. Ja, dan gaan straks keert iedereen zich tegen. Ik ga mijn hoofd intrekken en ik ga heel stilletjes worden. Dit is een cruciaal moment. En daarom is het zo'n belangrijke hazard. Hier moet je succes scoren. Daarom is het heel belangrijk. Early successes. Quick wins. Zorg dat je in een veranderd traject. Do the easy things first. Mensen zeggen, nee, we moeten een logische volgorde. Nee, niet een logische volgorde. De makkelijke dingen eerst. Want dan denken mensen, dat was makkelijk. Kijk, we zijn echt goed bezig. We hebben een goed team. Dat kunnen we. Mensen gaan in elkaar geloven. En als ze in elkaar geloven,
dan gaan ze positief bereiken, dan bereiken ze dingen, dan gaan ze met elkaar geloven, dan gaan ze weer, nou, en dan krijg je die opwaartse spiraal. The easy things first, die sceptische types even opzij nemen, even aanspreken, en over het algemeen zeg ik daarin, ze niet monddood maken, maar proberen hun zorgen om die te mee te nemen, te zeggen van, ik vind fijn dat jij je zorgen uit, maar doe dat constructief. Dus niet ondermijnen, maar constructief. Spreek ze eerst uit aan mij. En als je ze aan anderen noemt, noem ze in de zin van, let op, we moeten hier nog op letten. Want in het constructieve, het geeft niks als je twijfelt of als je risico ziet. Sterker nog, ik hoop dat we niet alleen maar blij eieren hebben meegenomen, dat we ook wat kritische mensen hebben meegenomen. Kritisch zijn geeft niks, alleen negatief zijn niet. En die supporters die een beetje stil zijn, hey, die moet ook even wat zeggen. Die moet ook zeggen van, ik geloof erin. Want als anderen zien dat de kopjes gaan hangen, dan gaan hun kopjes ook hangen. Dus ik heb 2, 3, 4, 5 mensen in het team nodig die zeggen, wij gaan vechten. En als er 5 van gaan vechten, dan gaat de rest ook vechten. Dat zie je. Nou, iedereen die een teamsport doet, zal het herkennen. Als je 1-0 achter staat, dan gaan de kopjes hangen. Als je 2-0 achter staat, dan kan de kop op zijn bij een paar mensen die zeggen, recht je rug en die vechten. Ja, en dan moet er ook een doelpunt vallen. Ja, en dan kan je het oppakken. We gaan terug naar onze berg. We zijn bij kamp 1. We hebben een paar successen geboekt. Het team is gaan geloven. We kunnen het. Onderweg naar kamp 1. Het geloof in het team. Het geloof in dat we die berg op kunnen. Dat is gaan bouwen. We kunnen die brede reis aan. Dus is dat ook een van de redenen om zo'n kamp in te bouwen. Hey, dat is een punt. Hey, we hebben echt wat bereikt. Het is niet alleen om te rusten. Maar het is ook psychologisch. We hebben een deel van de reis hebben we achter ons. Dat werkt enorm. Wauw, kijk. We hebben echt iets, dat kunnen we vieren. En in kamp 1 moet je ook vieren. Ja, en dan ga je de verdere reis. En één ding weet je in ieder geval zeker. Op die reis gaat er ook iets fout. Dat weet je. Je weet alleen niet waar het fout zal gaan. En dat noemen we de setback hazard. En misschien is er maar één setback. Misschien heb je geluk en gebeurt het nooit. Maar misschien heb je een paar van die zware tegenvallers. Maar op het moment dat er is een lawine, iemand die doodvalt. Nou, ik hoop dat dit niet tegen jou, tijdens jouw veranderingstrajecten iemand doodvalt, maar metaforisch gesproken. Als er een zware tegenvaller is, dan krijg je een teleurstelling en dan is de energie helemaal weg bij de groep. En daarmee wordt het zelfvertrouwen volledig ondermijnd. En de groep die hangt in de touwen. Nou, in dit geval letterlijk hangen ze in de touwen. Niet in de boksringtouwen, maar in de klimtouwen. En dan is de vraag, weet je ze weer op hun voeten te krijgen? En dan spreken we over veerkracht. Je hebt waarschijnlijk de term resilience vaker horen langskomen. Weet je weer terug te vieren? En hier hebben we jou echt nodig, Sherpa. Als Sherpa moest je natuurlijk een goed contract sluiten. Als Sherpa moest je zorgen voor die positieve momentum. Maar als het hele team in de touw hangt, ja, dan hebben we die Sherpa nodig. Die zegt, ja, maar wacht eens even. Opstaan en verder gaan. Wat moet je weten als Sherpa? Het allerbelangrijkste is, je moet die disappointment, dat overweldigende teleurstelling dat er iets ergs is gebeurd, dat moet je wel ruimte geven. Mensen moeten, het gaat fout. Zonder tegenslag gaat het nooit. Maar mensen mogen ook even treuren. Ze moeten ook ruimte geven. Moeten ook ruimte kunnen geven aan het verdriet. En mensen ook daarin als Sherpa, ja, bij wijze van spreken, op je schouder laten uithuilen. Want je mag die emotie hebben. Alleen je mag niet in die emotie blijven hangen.
Dus als het zelfvertrouwen wordt ondermijnd, dat is het moment als Sherpa dat je mensen er niet in laat hangen, maar je moet teleurstelling gaan verwerken. Ja, en wat gaan we daarmee doen? En we gaan nu toch niet bij de pakken neerzitten. Dus als je merkt dat het niet uit de groep komt, die groep is niet resilient. Ze kunnen niet uit zichzelf terugspringen. Misschien zit het al in de groep, maar als de groep het niet kan, dan zal ik het zelf moeten doen. En dat doe je door, je moet op de mentaliteit van de groep inpraten. Dus en die mentaliteit, waar doen we het voor? Dus willen we dit graag, willen we naar de top? Dus we vechten om een doel te bereiken. Maar je wil ze ook aanspreken op het vechten voor elkaar. We gaan elkaar toch niet in de steek laten. Dus je probeert om de mentaliteit ze aan te spreken. Vechten voor het doel, vechten voor elkaar. Maar je hebt ook methodes nodig om mensen er weer bovenop te helpen. Hopelijk ben je vindingrijk. Ben je flexibel, vindingrijk. En weet je zelf hoe je een nieuwe route kan vinden. Want als je zelf ook niet vastzit in de, ik ken maar één route naar boven. Dus die veerkracht moet ook in jouw eigen flexibiliteit, in jouw eigen agility zitten, om mogelijkheden te vinden. Ja, en dan heb je wel genoeg middelen nodig. Heb je genoeg geld? Heb je genoeg kennis? Om ook eens weer terug te kunnen komen. Wat je niet moet doen, wat je zeker moet zien te voorkomen, is dat die teleurstelling niet omslaat en in het iemand de schuld willen geven. Want dat is wat er vaak gebeurt. Ik ben teleurgesteld en het moet iemand zijn schuld zijn. Ja, en dan we start looking for the guilty. Want het had beter voorbereid moeten zijn, of het had. En dan gaan we alle energie daarin ontladen. Ja, en dat moet je zien te voorkomen. Het heeft geen zin om een schuldige te zoeken. Samen staan we ervoor. We gaan het niet negatief, maar we gaan het oplossen en we gaan verder. Nou, dat is jouw belangrijke taak. En ik zou zeggen, praat met mensen al voor de setback, over de setback die gaat komen. Noem het maar op. Er gaat straks iets ergs gebeuren en dat is niet erg. Maar als het gebeurt, en het gaat gebeuren, dat hoort erbij. Hier weer, veranderingsmanagement is verwachtingsmanagement. Nou, we zijn bijna klaar. We hebben nog één hazard. We zijn bij kamp 4 aangekomen. We hebben één of meerdere setbacks hebben we weten te overwinnen. Maar we zijn uitgeput. We zijn bijna bij de top. Maar het is 6.500 meter. We hebben zuurstofflessen. Onze voorraden raken op. Kamp 4 is toch ook mooi? Je hoeft niet per se naar de top. Je kan hier een mooie foto maken van de top. Laten we nu maar omdraaien. Ik heb het gehad. Ik vind het wel genoeg. Dat laatste, wat voegt dat laatste beetje nog toe? Het is een paar honderd meter. Geen haan die ernaar kraait. Toch? De neiging zal gauw bestaan om dat laatste stukje te laten zitten. Maar in een veranderingstraject, als je dat laatste laat zitten, is eigenlijk de hele reis om het niet geweest. En ik zou zeggen, als je naar kamp 4, en je wilt toch de top bereiken. Je gaat toch niet aan het laatste ook nog opgeven onder de omstandigheden. Maar het is lastig, want je bent je eigen resources aan het overstretchen. Mensen die zijn al maanden, zo'n jaren bezig geweest met de hele verandering, is er een verandermoe. Maar als je het niet afmaakt, beklijft het niet. En dan wordt het ongedaan gemaakt. We moeten verankeren. En de discipline om dat laatste stukje af te maken is heel moeilijk. Maar Sherpa zorgt dat je die discipline ze weet ze te behouden. Dus mensen zijn moe naar die hele reis. Ik snap het. Mensen denken, het is wel genoeg geweest. Dat laatste stukje, wat doet het ertoe? Sommigen die zeggen, nee, weet je wat? We laten de rest achter en ik ga nog even snel dat laatste stukje naar boven rennen. We gaan niet als hele groep het afmaken. Ik ga mijn stukje van het project nog even afmaken. Ja, en die doen dan gekke dingen aan het einde. Dat moet je allemaal zien te voorkomen. Het is jouw taak om het
af te maken, om het gedisciplineerd iedereen mee te nemen aan het einde. En dat laatste stuk is om te zorgen dat we veilig, dat we het hebben afgerond, maar ook dat we kunnen doorpakken, want ja, op de berg, ook al ben je erboven, als je sterft op de weg naar beneden toe, dan is het ook om niks geweest. Dus je wil ook veilig weer beneden komen. En het veilig beneden komen, als ik die metafoor doortrek in de organisatie, je wil zorgen dat die verandering die je hebt doorgemaakt, die je hebt afgemaakt, dat die wortel schiet in de organisatie. En dat alle andere systemen in de organisatie het niet ongedaan gaan maken, dat het gaat afstoten. Dat het bekleidt en dat het blijvend is. Dat laatste aanmoedigen ze om nog even dat laatste stukje energie te geven. Dit is het moment. Ik heb nog één slide. Dit ben jij als Sherpa. Maar ik wil dit als moment even gebruiken om BVB's, Sandra, te checken of we nog vragen hebben in de chat. Om zelf even een slokje te nemen. Er zijn nog een paar vragen bijgekomen. Als er nog mensen nog vragen hebben, mag je die natuurlijk nog altijd posten. Ik heb er hier eentje van iemand waarvan ik de naam niet kan zien. Die vraagt zich af of het bij aanvang al duidelijk moet zijn, ten opstaande van de medewerkers, welk doel je uiteindelijk wil bereiken. Of ligt je dat beter gaandeweg toe om in het begin te veel weerstand te vermijden? Het is wel al een beetje aan bod gekomen, maar misschien kan je er nog iets meer over vertellen. Ja, nou, ik zou... het is nooit goed om mensen onderweg te verrassen. Want je kunt maar beter de weerstand in het begin hebben dan halverwege hebben, om meerdere redenen. Als je het halverwege krijgt, dan zit je al diep in het proces en sta je eigenlijk met je rug al tegen de muur. En dus mensen hebben, als ze dwars zijn, hebben veel meer leverage om bij jou dingen af te dwingen. Het is ook eigenlijk wel oneerlijk, waarheid. En als zij het gevoel krijgen dat ze gemanipuleerd worden, het verschil tussen leiderschap en manipulatie is leiderschap is mensen meekrijgen met toestemming. En manipulatie is mensen meekrijgen zonder toestemming. Het is niet helemaal legitiem. Ze gaan wel mee, maar ze weten eigenlijk niet waarmee. En als zij zich achteraf... Hey, wacht eens even, maar daar heb ik nooit in toegestemd. Dan voelen ze zich gemanipuleerd. En als ze gemanipuleerd voelen, gaan ze zich tegen jou keren. En dan hebben ze nog gelijk ook. Het is dus beter om eerlijk en oprecht de weerstand in het begin te nemen, die op dat ogenblik een open dialoog met afspraken met mensen van geef ons voordeel van de twijfel, kom ze mee aan boord, dit en dit en dit willen we bereiken, ik zie jou de risico's ook, ik begrijp dat je ook terechte twijfels hebt, maar probeer het, maar niet mensen overvallen. Not a good idea. Andere vragen? Ja, ik ga wel eerst even zeggen dat mijn internetverbinding blijkbaar een beetje opstootjes heeft af en toe. Dus moest ik ineens verdwijnen, dan zal je Sherpa-gewijs even zonder mij verder moeten. Volgende vraag komt van Dirk. Een groot gedeelte van het succes hangt af van de bedrijfscultuur en vooral van de support top-down en down-up. Heel wat change trajecten falen omdat er in woorden wel support is, maar niet in daden. Bijvoorbeeld de buitenwereld vraagt certificatie door de digitaliseringen en zo. Dus de baas vindt het dan misschien eerder een last dan een opportuniteit. Ja, daar heb je volledig gelijk in. Eigenlijk hebben ze gewoon het probleem aan jou doorgegeven. Zo van... Oh, de omgeving vraagt digitale transformatie. Ja, lijkt me een goed idee. Dirk, ga jij maar de digitale transformatie doen. Zo, nou, daar ben ik mooi vanaf. Maar dat is niet echt werkelijke support. Dit is allemaal in die contracting. Dat je ook teruggaat naar je baas en zegt... en dit en dit en dit heb ik van jou nodig om dit tot een succes te maken.
Dus wat is de rol van je baas? Dus we hebben het in de vorige vraag. Hoe zorg ik ervoor dat ik afspraken maak met de mensen onder mij is om die mee te krijgen. Maar ik moet ook afspraken met de mensen boven mij om die mee te krijgen. Maar niet beginnen en de hoop dat je onderweg mensen mee gaat krijgen. Dat is een hele... You're setting yourself up to fail. Vooraf, want dan heb je nog leverage. Ja, maar ik verwacht ook dit van jou. Wat voor afspraken gaan we maken? Wanneer mag ik een beroep op jou doen? Ik heb deze en deze resources van jou nodig. Nee, dat is onvoldoende geld. Je wilt deze verandering, maar je geeft mij maar zoveel budget. Nou, daar kunnen we het helaas niet voor doen. Je wilt me niet meer budget geven. Je maakt het mijn probleem. Ja, maar dat moet even realistisch zijn. En ik kom met een budget van wat er werkelijk... Als er geen budget is, dan moeten we onze veranderde opdrachten naar beneden bijstellen. Want ja, dan moet ik iets realistisch doen. Dan moet de verandering maar aan het budget worden aangepast. Dit zijn de tijdspannen die ik nodig heb. Je wil het morgen hebben. Nou, dat is niet realistisch. Dus het is het constant helder heen en weer maken dat je that you don't overpromise. Maar ik heb bijna nog nooit een veranderproces meegemaakt waarin degene die op een hoger niveau staat, niet je met een kluik in het riet stuurt. Die je niet, het is bijna een natuurlijk onderhandelingsspel om het even naar iets reëels terug te onderhandelen. En onderhandelen klinkt alsof je negatief bent, maar het is het om het nu eventjes terug naar de realiteitszin te brengen. En het lastige is, dit is allemaal nog ervan uitgaand dat je weet wat er reëel is. Maar heel veel veranderingen begin je al zonder dat het duidelijk is wat er in de buitenwereld allemaal gaat gebeuren. Dus je begint al met, ja, wat betekent digitale transformatie in onze branche? Dat weten we niet. Ja, dan wordt het meer een experiment dan dat het een wel overwogen, we gaan van A naar B. We gaan van A naar... Nou, ik ben benieuwd waar we uitkomen. Ja, en dan moet je ook weer andere afspraken maken. Dan moet je zeggen, ja, maar ik heb geen duidelijke deliverables. Dit is veel meer een expeditie dan dat het een verandertraject is. Maar laten we dan afspreken wat we in deze expeditie allemaal gaan onderzoeken. Maar ook daar probeer ik weer tastbare dingen als... Dan gaan we dit wordt ons traject, dit gaan we onderzoeken. Maar ik heb een inspanningsverplichting ga ik aan. En niet een resultaatverplichting, want ik weet niet wat eruit gaat komen. De volgende vraag. Ja, de volgende vraag komt van Sven. Die gaat over het bereiken van de top. Sven vraagt, als dat laatste stukje van vaak een struikelblok vormt, is het dan wel verstandig om te werken naar een minimum viable product in plaats van naar een all-in met alle nice to have's erbij? Vaak wordt in een project inderdaad afgeklopt op dat minimum viable product. Ja, dat is hier weer het idee van het focussen op een minimum viable product. Daar zit een bepaalde logica, want je probeert het weer kleiner te maken. Dus en terecht zei ik al eerder, probeer het kleiner te maken, want dan kun je, het is overzichtelijker, we hebben minder budget nodig, dan kunnen we sneller meters maken. Dus tot op zekere hoogte, maak het klein. Maar als we in het klein maken van het project, we weten dat ja, uiteindelijk na dit eerste deel van het project, moet er wel een vervolg op komen. Maar als daardoor het vervolg alleen maar moeilijker wordt, ja, misschien moeten we het dan toch anders aanpakken. Dus improving is my minimum viable product. Maar door dat bewijs te leveren, hebben heel veel mensen gezegd, nou mooi, ik hoef er niet mee te moeien. Dus ik hoef me niet te committeren. Ik hoef helemaal niks te doen. En dan zeggen, nou, we hebben de proof. Dus, het zou in principe werken. En de rest zegt, nou, maar wij zijn helemaal niet meegenomen in het traject. Ja, dan kan ik toch soms beter zorgen dat ik een aantal van die pappenheimers aan het begin erbij trek. Dan maak ik het project wel wat groter. Maar dan heb ik wel alle stakeholders gecommitteerd aan het project. Waardoor de volgende stap in het proces in ieder geval een grotere kans van slagen heeft. Dus ik moet wel in het
en vanuit de big picture me afvragen, hoe moet ik dit spel spelen? Want ja, dus het is bij wijze van spreken, als ik met een andere metafoor, als ik een rivier moet oversteken door van de ene steen naar de andere te springen, moet ik wel een paar stenen vooruit denken. Want als ik alleen maar denk, hé, het is een handige steen, die ligt heel dichtbij, laat ik daar naartoe springen. Nou, dan is de eerste steen snel genomen. Alleen ja, dan zijn de volgende stepping stones, die zijn er dan niet. Altijd een aantal stepping stones vooruit denken. Heb je nog een volgende vraag? Ja, Wannes zijn vraag sluit daar eigenlijk een beetje bij aan. Het is opgebouwd uit kleinere vragen. Hij vraagt, wat is de beste manier om het proces uit te schrijven? En moeten die milestones of die deliverables, moeten die vooral alleen vooraf al vast omschreven zijn? En moeten die ook vast liggen in de tijd? En wat als die tussenstappen niet helemaal bereikt worden? Moet je dan verder te gaan? Of durven uw tijd, of gaat dan de tijd uit het oog verliezen? Of de motivatie verliezen? Ja, nou, hier gaan we in het change management programma die ik geef, besteden we een hele dag aan. Maar dat is een hele terechte vraag. Want op het moment, de metafoor van de Mount Everest is een hele mooie metafoor op het moment dat je weet waar je naartoe wil. We gaan van A naar B, we weten waar de top is. De route naar de top, die wil nog alles veranderen. Maar de Mount Everest heeft maar één top. En dat is B. En we zijn bij A. Maar in heel veel veranderprocessen binnen organisaties weet ik niet waar B ligt. En nou, daar gebruik ik een andere metafoor voor. En dat is de metafoor van Columbus. Columbus die wilde van Spanje naar India. Maar ja, waar ligt India? Ongeveer daar. Ja, dat is wel wat anders dan daar ligt de top. Want de top kan ik zien. Dus ik kan koersen naar de top. Maar als ik koers naar India, ja, voor Columbus was dat wel een heel ander verandertraject. Dus je, op het moment dat je niet weet precies waar B ligt, dan ziet het veranderproces er wel anders uit. En je zal dan geen milestones kunnen afspreken. Want ja, Columbus kon wel de eerste stap wel. Hè, want Columbus is vanuit Spanje eerst naar de Canarische eilanden. Dat was een duidelijke milestone. Nou, stap 1. Dus we gaan naar de Canarische eilanden. En ik neem mee dit, dat. En vanaf de Canarische eilanden is de volgende stap. Ja, nou, ja, dat wordt wel wat onduidelijker. Nou, dit is... En we zullen op een gegeven moment, als we praten over change, ook agile change. En dat betekent dat je ook de verandering niet helemaal in milestones kan vastleggen. Nou, dan zullen we een aantal andere dingen moeten bedenken. Om toch vooruit te kunnen. Dus ik wil eigenlijk wel heel veel van tevoren vastleggen. En er zijn heel veel dingen die ik niet kan vastleggen. Dus ik zal andere afspraken moeten maken met mijn baas. Dat betekent, de afspraken zullen veel minder zijn in termen van deliverables, in termen van doelstellingen, in termen van milestones. En veel duidelijker afspraken in termen van activiteiten. Ik ga dit doen en ik ga dat doen. En waar het me gaat brengen, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval afspreken wat ik ga doen. En wanneer we tussentijds gaan evalueren of ik vooruit kom of niet. Dus, nou ja, andere afspraken, maar wel... Weer verwachtingen managen. Want onuitgesproken verwachtingen, dat brengt je in de moeilijkheden. We hebben nog 10 minuten te gaan, Sandra. Ja, zal ik eerst deze slide doen en dan gaan we kijken. Dan hebben we vast al even een paar minuutjes. Maar dan weet ik in ieder geval dat we met deze de laatste slide, die wil ik namelijk heel persoonlijk maken voor ieder die luistert. Want ik hoop dat jullie allemaal, aan de hand van wat we hebben besproken, zeggen, ja, ik herken mezelf, ik ben die Sherpa. Dit is vaak de uitdagingen die ik heb. Maar ik heb jou tot nu toe alleen nog maar verteld wat je moet doen tijdens je reis. Maar ik wil je nog even meegeven wat je zou moeten doen om een betere Sherpa te worden. Je zou dit kunnen verbreden naar, wat moet ik doen om een goede leider te zijn.
Er zijn vier dingen. En die geef ik je mee als huiswerk om over na te denken over wat je zou kunnen doen om een betere Sherpa te worden. Het eerste is, op het moment dat je mensen door een veranderproces heen wil leiden, moet je wel met hen geconnecteerd zijn. Dus de vraag is, en dat noemen we in bredere zin, your leadership circle. Wie wil ik gaan leiden? In het geval van een change reis, heb je nou eigenlijk wel sterke relaties met de mensen die je wil gidsen tijdens de reis? Als je de mensen niet kent en als er geen verbinding is, het is heel moeilijk om mensen te gidsen die je niet kent en die jou niet kennen, dan is die relatie er nog niet. Dus de eerste vraag is gelijk, ken ik mijn Pappenheimers? Zei ze, en voelen ze zich met mij verbonden? Tweede vraag is, ja, voelen ze zich niet alleen maar verbonden, maar liefst nog een stapje meer, dat ze vertrouwen in mij hebben. Dus ik heb een sterke relatie en ze hebben dat vertrouwen in mij. De bredere vraag daarbij is, wat voor soort merk heb jij? Wat is jouw brand? Want mensen kunnen wel een relatie tot jou hebben, maar ze denken, nou, die Sandra, dat is een hele goede marketeer, maar ja, joh, verandering, oh, dat weet ze helemaal niks van. Als jij die reputatie eenmaal hebt, gaan mensen zeggen, nou, mijn marketing laat ik wel doen door Sandra, maar een verandertraject, nou, daar ga ik niet in mee. En dan kan het volledig ten onrechte zijn, maar ja, die reputatie bepaalt alles. Dus, Sherpa, heb jij wel de juiste reputatie om vertrouwd te worden? Die klimmers, zien ze jou als competent en als vertrouwenswaardig als gids? Zo niet, dan zal je aan jouw brand moeten werken. Dus niet alleen aan jouw relaties om wat dichter bij mensen te komen, maar ook aan hoe ze jou zien, aan jou ze percipiëren. Wat kan je doen om jouw reputatie te versterken? Het derde is, ben jij je bewust van wat de andere mensen nodig hebben? In het Engels spreken we over cognizance, bewustzijn. Ben jij eigenlijk bewust van wat er nodig is als Sherpa? Dus dat noemen wij onze leiderschapsagenda. Ken jij de klim? Dus weet jij, ken jij die reis? En ken je de klimmers? En weet jij wanneer ze jouw gidsen nodig hebben? Want als jij weet tijdens dit, dit zijn de cruciale momenten. En ik moet een beetje meer op Jan letten en wat minder op Ingrid. Want als je de weg kent en de klimmers kent, dan weet je ook waar je je energie op moet richten. Want je kan niet alles. En je kan niet altijd overal aanwezig zijn. Dus je moet voor jezelf bepalen, wat zijn de sleutelelementen die je op mijn agenda moet zetten. Dit zijn de vijf belangrijkste dingen die ik op moet letten. Die moet ik hoog zetten. Want ik heb deze situatie redelijk goed ingeschat. En als allerlaatste, uiteraard, ben jij overtuigend? Are you compelling? Kun je mensen beïnvloeden? En we spreken dan over jouw leiderschapstijlen. Ben jij als Sherpa, heb jij die invloed? Heb jij een repertoire van gedragingen waarmee je mensen kunt beïnvloeden, zodat je ze uit die valkuilen kan houden? Of heb jij altijd gewoon één standaard manier om te doen? Want ja, als jij je favoriete veranderleiderschapsstijl hebt, is die misschien niet altijd passend bij ieder veranderde situatie en niet altijd passend bij die verschillende mensen die je moet meenemen. Hoe flexibel ben je? Dus dit zijn vier vragen die ik je wil meegeven om over jezelf na te denken. Hey, gezien mijn huidige veranderopdracht, moet ik hechtere relaties? Moet ik iets doen aan mijn reputatie? Heb ik mijn prioriteiten ze helder? En heb ik mijn repertoire van stijlen wel goed genoeg ontwikkeld? Nou, dan zijn er misschien een aantal dingen waar ik aan moet werken. Nou, met 4 minuten te gaan, zijn er net nog, misschien nog ruimte voor een laatste vraag, Sandra? Ja, ik ga er nog eentje uitpikken dan.
Maurits vraagt zich af of dat de risico's in het model, of dat die geoperationaliseerd zijn en of er vragenlijsten beschikbaar mee zijn waarmee die gemeten kunnen worden. Nou, dat is een antwoord simpel nee. Er is geen vragenlijst voor, maar het model is wel geoperationaliseerd. Het is nog niet gepubliceerd. Er komt een kort artikel uit over 2 weken hierover. Maar we behandelen het model uitgebreid tijdens onze opleiding Change Management. Dus ik kan je helaas alleen maar in het perspectief plaatsen dat over 2 weken er een leuk artikeltje over zal uitkomen. Maar helemaal uitgewerkt als tool is het nog niet. Maar wel een goed idee, dankjewel. Kunnen we nog 1 allerlaatste vraag dan? Dan hebben we ze gehad, denk ik, van Koen. Hij ziet dikwijls een grote spanning tussen het projectmanager en de change leader, waarbij de projectmanager zich weinig gelegen laat aan de input van de change leader. Hoe zou je de macht van de change leader kunnen vergroten? Ja, dat is een hele goeie. Ook een goed onderwerp om verder in te verdiepen. Je kunt het geluk hebben dat je al die verschillende vaardigheden in één persoon hebt. En dat je een change manager hebt die zowel de people side als de project side goed ze weet in de hand te houden. Nou, een gouden kracht. In zijn algemeenheid wil je toch eerder een change team hebben. En in die change team wellicht iemand die wat meer aan de projectmanagement kant zit. De ander wat meer aan de people kant. En je de taken verdelen. Maar we moeten ons wel realiseren dat ze allemaal integraal belangrijk zijn. Dus als er een projectmanager zit en zegt, ik ben hier het baas. En oh, jij bent de people, nou doe een beetje communicatie en voor de rest moeten ze niet zeuren. Dan hebben we de pop aan het dansen. Dus als team moet je zien dat we integraal al die taken ze goed moeten beheersen. En het aan het hoofd van die change team ze iemand zetten ze die in ieder geval alle kanten goed tot hun recht laat komen. Sandra, jij hebt mij ingeleid. Ik wil me keurig aan tijd houden. Dus ik ga jou in de laatste minuut mij laten uitleiden. Oké, we zitten nu op het einde van de webinar. Ik hoop dat jullie er allemaal heel interessante inzichten hebben opgedaan. En ik wil nog even meegeven dat er een nieuwe editie van de masterclass met Ron Meijer start in het najaar. Die gaat van start op 11 oktober. En die masterclass is opgebouwd uit 3 modules. Dus elke module telt 3 dagen. Je kan ofwel het volledige traject volgen ofwel kiezen voor 1 van de modules. In de eerste gaan we in op het bouwen van de effectieve organisaties. Dus eigenlijk vooraleer je begint met veranderen, moet je weten hoe je eigen organisatie in elkaar zit en wat de belangrijkste kenmerken zijn. In de tweede module gaan we de strategische cursus uitzetten en ook bevaren. Waar wil je naartoe met je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers ook diezelfde koers gaan varen? En in de derde module gaat het echt over het leiden van verandering. Welke obstakels moet je overwinnen? Hoe ziet je het veranderproces eruit? Dus die zaken komen allemaal aan bod in de derde module. Dus wij gaan jullie ook nog een mail bezorgen. Die komt er binnen maximum tijd van 1 week. Hopelijk een beetje sneller komt die jullie kant uit. Met daarin ook de opnames van vandaag en de presentatie. Dan kunnen jullie die herkijken. En moesten er dan nog vragen zijn, dan mag je ons natuurlijk altijd nog contacteren. En dan helpen wij jullie verder waar mogelijk. Dat was het. En hopelijk tot een volgende keer dan. Absoluut. Hey, bedankt dat je erbij was. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Kort. Dag.